Hey, van harte welkom bij deze video van mij, van Heleen van Herleva. Deze video wil ik het even hebben met je over gevoelens van onrust en ook daardoor onaangename gevoelens. En onaangenaam, dat kan echt van alles en nog wat zijn. Dus dat kan zijn dat je een emotie voelt of gewoon een beetje bent. Het kan echt een soort van hier naar daar gaan. En eigenlijk is het vaak bij onaangename gevoelens dat wij mensen die niet leuk vinden, want ze zijn onaangenaam. En dan denken we eigenlijk zo snel mogelijk, hoe kan ik er vanaf komen? Want ik wil dit niet. En ik heb daar in mijn leven veel mee te kampen gehad. En altijd dan dacht ik maar, als er maar eerst dit is, dan is het goed. Of als er dat, dan is het goed. En toen kwam ik zo in 2002 het ademwerk tegen. En toen ontdekte ik eigenlijk dat ik gewoon kan doorademen. Ook als ik onaangename gevoelens heb. En dat ik dus niet weg hoef van die gevoelens. Nou, dan zal je zeggen van, zijn ze dan weg? Dan heb je er toch nog last van. Maar dat was eigenlijk de grap. Dat op het moment dat ik dus, als ik me onaangenaam voelde, gewoon daar ruimte aan gaf. Dus en ik doe zo, gewoon dieper in, gewoon rustig en kalm in en weer uit. Dat ik mijn lichaam dan eigenlijk gewoon letterlijk van binnen, gewoon mijn longen zetten zich meer uit. Dus ik gaf mijzelf letterlijk meer ademruimte. En de grap is, vond ik, dat ik daardoor ook veel meer ruimte in mijn hoofd kreeg. En ik vond dat gewoon goud. Ik vind het heel simpel. Maar ik vind dat nog steeds het meest handige als ik het zeg maar niet naar mijn zin heb. En het is zo simpel. Maar daar zit in tegelijkertijd ook een soort van de crux. Want dan lijkt het soms van, op zijn Engels zegt ze dan mooi, too good to be true. En dan zegt ze ook altijd, als het te mooi is om waar te zijn, dan is het het ook. Maar bij het ademen is het gewoon zo dat je gewoon door letterlijk meer ruimte in te ademen, jij je echt wel beter voelt. Wat niet wil zeggen dat de reden waarom jij je onaangenaam voelt, daarmee weggaat. Stel je voor, iemand gaat op jouw teen staan. Voelt onaangenaam. En jij gaat rustig ademen. Maar iemand blijft toch gewoon op jouw teen staan. Dat is gewoon niet handig. Dan moet je toch diegene aan de kant duwen. Of eerst vragen, wil je er vanaf gaan? Hè? Wil je van meteen afgaan? Want het doet pijn. Het is onaangenaam. Voelt niet goed. Nou, wil diegene dat niet? Dan kun je op allerlei manieren proberen diegene dan toch te zorgen dat die van je teen afgaat. Want als die maar op je teen blijft staan, dan blijf jij daar last van houden natuurlijk. Dus één is natuurlijk dat je jezelf je ruimte geeft. Maar punt twee is dat je wel ook gaat zorgen dat de reden waarom jij je onaangenaam voelt, dat je daar een oplossing voor zoekt. Nou, en mijn idee is dat mensen heel vaak één van de twee willen. Ze doen de reden, zijn helemaal bezig met de reden. Dus zorg dat die man of vrouw van je teen afgaat. Nou, en dan is diegene eraf. En dan ineens is er daarna weer van alles. En dan blijft er bijvoorbeeld toch nog pijn. Nou, of ze zijn zo bezig met ik moet me goed voelen. En dan vergeten ze gewoon dat er gewoon iemand op de teen staat. Die je gewoon ook kan verzoeken weg te gaan. Anyway. Punt is dat je moet je ademruimte innemen, maar punt 2 is, wees wel gewoon leider in je leven en zorg dat jij gewoon jouw eigen ding doet en dat als iets onaangenaam is waar je iets aan kan doen, los het op. Kijk het aan en los het op. En als je dus onaangenaam voelt en je hebt het al opgelost, neem rustig je ademruimte in. En wanneer je diep in en heel rustig en kalm de adem gewoon laat gaan, dan zul je echt gewoon voelen dat je parasympathicus, het zenuwstelsel wat ervoor verantwoordelijk is dat jij je weer ontspannen voelt, dat die gaat werken.
En dat dat lekker is. Nou, probeer maar lekker uit. Rustig je ademruimte in te nemen in. Heel rustig en langzaam. Weer uit. En zorg dat diegene die op je voet staat, dat hij er wel afgaat. Nou, veel plezier met oefenen. En tot de volgende keer weer. Doeg!